Oké, het gaat echt goed, maar ik merk wel dat hoe meer wijn je drinkt, hoe meer seksueel getinte opmerkingen je maakt. Zonder moeite je huur betalen, dure vakanties en onbeperkt geld hebben om leuke dingen te doen. En dat allemaal zonder jezelf uit de na te hoeven werken. Stiekem fantaseer ik al een tijd over het hebben van een sugar daddy. Is het echt zo makkelijk en glamorous om er één te hebben? Of is het niet meer dan een modern sprookje? En het sprookje begint online, want de meeste sugarbabies vinden hun sugar daddies via websites die speciaal zijn bedoeld voor het sugardaten. En alleen in Nederland zijn er al meer dan 10 websites waar ik me kan inschrijven als sugarbaby. Oké, ik heb een hele spannende site gevonden. Successful and driven man. Beautiful and intelligent woman. En dan staat er hier zo, want to go to the Maldives with me. Een sugar daddy is een man met een hoge koopkracht die affectieve relaties heeft met vrouwen aan wie hij sociale status, ondersteuning of mentorschap biedt. Sugarbabies zijn meisjes, meestal studenten, die financiële zekerheid, kennis of ondersteuning zoeken bij een volwassen man uit de hogere klasse. Ik kan bijna niet geloven dat als ik me aanmeld op deze site, ik binnen een dag al de vraag krijg of ik meega naar de Malediven. Ik wil ook naar de Malediven. Ik zit hier in fucking Hilversum en ik heb al heel lang geen zon gezien. Dus ik ga me aanmelden en ik kijk gewoon wat er gebeurt. Ik doe gewoon mijn tweede naam. Mijn tweede naam is Maria. Je body type. Ik zou zeggen curvy slim, maar die staat er niet bij. What level of education do you have? Oké, nou, ik ben dus niet afgestudeerd op iets. Dus ik ga liegen dat ik een bachelor heb. Oké, dus 3 foto's. En ik zat sowieso te denken aan een reisfoto, zodat hij ziet dat ik er goed uitzie in bikini. Ik dacht deze. En moet ik ook nog eentje waar ik niet half naakt ben, maar die heb ik niet. Kom ik nu achter. Ja, ik heb eentje gevonden. Nou, lekker profieltje. Tell us about yourself. Hi there. I am a fun and loving sugar baby. Oeh, daar komen de daddies. Oké, hallo daddies. Hij lijkt precies op Andrew Tate. Zijn net worth is 470.000. Staat bij elke man zijn net worth 1,8 miljoen? Oh nee, deze verdient maar 900.000. Hij heeft een hond. Ik doe het alleen boven de 3 miljoen. Deze heeft als gebruikersnaam Rich and Fun. Oh, deze staat bij een ziek jacht. Dit lijkt wel het jacht van Jeff Bezos. Hij zoekt classy, sassy, communicative, open-mind, fit girl. Oh ja, nee. Daar heeft hij niks aan mij. Volgende. Terwijl de eerste berichten van sugar daddies binnenstromen, begin ik me af te vragen hoe ik het sugar daten verder kan aanpakken en waar ik op moet letten. Ervaren sugar baby Ivy helpt me op weg. En voor haar bescherming komt ze niet herkenbaar in beeld. Hoe ben je in het sugar daten terechtgekomen? Ja, bij mij is het dat ik het eerst natuurlijk op TikTok en social media veel heb gezien. Dat mensen natuurlijk geld kregen om op date te gaan en zo. Daar maakten ze gewoon filmpjes van hoe dat was gebeurd. Ja, van hun luxe levensstijl. Oh ja, ja. En dat trok me wel aan, dus ik had met wat vriendinnen een account aangemaakt om sugar daddies te gaan zoeken. Op gewoon van die sugar daddy dating sites? Ja, eerst alleen maar online, omdat ik gewoon eerst de tools wou hebben om gewoon veilig af te kunnen spreken. En heb je daarna wel afgesproken met sugar daddies? Fysiek. Een jaartje of twee later wel. Toen ben ik gaan beginnen met afspreken. Hoe zien die dates er dan uit? Dat verschilt heel erg. De ene keer is bijvoorbeeld een potje midget golf of gewoon even een bakkie. Maar dat verschilt gewoon per arrangement wat je met elkaar hebt afgesproken van tevoren. Van wat je doet voor het geld en hoeveel je ervoor krijgt. Oké, dat moet ik leren van jou, want ik heb echt heel veel sugar daddies in mijn inbox. Maar ik moet even leren hoe ik er geld uit kan halen. Is goed. Ja? Ja. Let's go. Daddy racen.
Oké, dus ik was een week aangemeld en ik heb al iets van 100 reacties. Kijk, ik had bijvoorbeeld hier. Ja. En die stuurde gewoon gelijk, we hadden nog niet eens gepraat. Hij zei: interesting profile, you seem fun and outgoing. I'm from Kuwait. You want open to having a little adventure flying in. Dat kan toch haast niet? Is het serieus? Is het te vertrouwen? Ja, daar kom je altijd op één manier achter en dat is gewoon veel praten, veel bellen. En ja, heel veel gewoon vragen en kijken hoe die daarop reageert. En of die niet steeds verhaal verandert. Oh ja, en waar spreek jij dan met hem af? Aan het begin op openbare plekken, gewoon zoals in een cafeetje. Ja. Of gewoon bij het strand, lekker gezellig praten, elkaar ontmoeten en kijken of het gewoon fijn voelt voor jou. Ja, precies. Oké, kijk. Ik had dan met een paar mannen gechat. De heer zegt ook samen reizen. Maar vind je dat zelf niet gek? Want ze weten eigenlijk nog helemaal niks van mij. En ze bieden gelijk al aan om samen te gaan reizen. Ja, maar dat zegt eigenlijk voor mij al genoeg. Wat zegt het dan? Dat ze eigenlijk willen ballen. Maar er zijn dus ook daddy's te vinden die niet gelijk uit zijn op seks. Of zelfs helemaal niet, maar echt dat gezelschap willen en die gezelligheid. Maar dat is best wel zelden en heel moeilijk te vinden. Maar je hebt dus wel dat je kan aflezen welke mannen vooral in seks geïnteresseerd zijn en welke niet. Of willen ze uiteindelijk allemaal intimiteit? Het zijn gewoon mannen en mannen willen gewoon seks. Hoe zorg je er dan voor dat dat veilig gebeurt? Dat je niet in onveilige situaties terechtkomt? Ja, gewoon altijd eerst afspreken op openbare plekken. Je vrienden te vertellen, locaties doorsturen. Ja. Zorg dat je geluid ook gewoon aanstaat en je telefoon gewoon goed toegankelijk is. En voor de rest gewoon kijken wat goed voelt. Zodra je je eigenlijk niet prettig voelt, het aangeven. Kijken hoe erop wordt gereageerd en anders gewoon zorg dat je weg bent. Dus daarom zeg ik altijd, je moet wel echt goed in je schoenen staan. Weten wat je wilt en weten wat je niet wilt. Ja, ik heb zelf dus een man gevonden en hij is wat ouder. Wacht, zal ik hem laten zien? Ja. Ik kon op zich wel vinden in zijn profiel. Er staat: betrouwbare ondernemer die graag een ander wil helpen met ondernemen. Dit onder het genot van een lunch en een wijntje. En ik vroeg wat zijn ervaring was. Zei hij: eerst kennis maken tijdens lunch of diner. En na een klik wekelijks afspreken, iedere dag appen, foto's sturen wat jij leuk vindt. Nou, dat klonk op zich wel goed, want hij stuurde niet gelijk gekke dingen van hoe dominant ben je. Ja, klopt. Maar dit is ook gewoon een normaal gesprek. Gewoon gaan, weet je. Want je bent gewoon zelf een hele leuke, gezellige meid. Dus waarom zou je dat moeten verbergen? Oké, de date met mijn eerste sugar daddy staat gepland. En hoewel we een heel normaal gesprek hadden, ben ik er mentaal toch op voorbereid om goed mijn grenzen aan te geven. Want dat maakte Ivy wel duidelijk. Het komt vrijwel nooit voor dat een sugar daddy niet uit is op seks. En dat terwijl het op de dating sites juist wordt gepromoot als iets puur zakelijks en onschuldigs. Ik ben nu dus onderweg naar de date. Het voelt... Kijk, ik wou dat ik kon zeggen, het voelt heel echt ineens. Maar ik denk dat ik het zo spannend vind dat ik mijn gevoel heb uitgeschakeld. Aan de andere kant heb ik er ook echt wel heel veel zin in, want... Naar mijn idee is het best wel een leuke, gezellige man. En hij had echt een coole stijl. En normaal gesproken is dat leeftijdsverschil dan iets wat je af zou schrikken. Want ik zou niet elke dag met een man van in de 60 op date gaan. Ik denk dat daardoor juist interessantere gesprekken kunnen ontstaan. Omdat dat leeftijdsverschil daar is. En wat ik heel erg in mijn achterhoofd heb geknoopt, is dat ik goed grenzen aan moet geven. Straks is het één mega grote, arrogante kutkleuter. En dan zit ik daar. Nou, dan ga ik denk ik iets in scène zetten. Dat mijn moeder me belt, zoiets. Dat mijn beste vriendin me belt en dat ik mijn hond moet ophalen. Ik ben er bijna en nu begint het wel heel erg te voelen. Maar gelukkig heb ik me aan de tips van Ivy gehouden. Ik heb afgesproken in een restaurant, zodat we niet alleen zijn. Mijn live locatie gedeeld met mijn collega en beloofd om af en toe updates te sturen. Ik ben heel benieuwd wat ik ga aantreffen. Hi. Hallo. Zie je? Ik heb al 3 keer de wijnkaart. Dat is mooi, dan mag je weer een rondje gaan drinken. Nou, ik heb dus helemaal geen verstand van wijnen. Ja, maar dat is leuk. Is dat leuk? Ja? Ja. Ik begin alles van pijn. Bedankt. Je hebt het ook met de auto, toch? Ja. Als? Ja. Gewoon? Kunnen we niet te veel... Ja.
Het is er mooi aan. Dankjewel. Ja, echt? Ja, ik vind het jou ook wel gezellig. Jawel, een Porsche. Een Bentley. Een Aston Martin. Oh, echt? Gaaf. Deze met waanzinnig gaaf. Oh. Oh, daar ook echt van. Maar ik heb een Volkswagen GTI. En iedereen schaamt zich dat ik dat nooit deed. Maar... Oh, goed dan. Hallo. Dan heb je de bodem. Neem je deze kant. En normaal gesproken zitten ze los. Oké. Dan zit je maar in je mond. En dat achter in de keel laten gaan. Nou. Oh, nou. Ja, dat is nog een keer. Kom, ja. Alleen voor een tientje. Konden we gewoon in Noordwijk afspreken? Nou, ik vond het wel heel gezellig. Oké, okay, super. Ja, ik ben blij. Mooi zo. Nou, ik ga even naar de wc. Oké, jongens, ik heb de date. Ik heb gecheckt, er is niemand op de wc. Het is zo leuk. Het is echt gezellig. Het is echt een hele leuke man. En hij leert me heel veel over het sugar daten. Het is echt een sugar daddy ook hem voor ogen had. Ik was bang dat ik niet op zou komen dagen. Ik ben zo vaak op de bank gereden. Zat ik in de roosje gereden. Oké, nou dan niet. Oké, doei doei. Oh my god. Jongens, dit voelde niet echt. Het voelt gewoon meer als een film of zo. Oh my god, ik kan het niet geloven. Ja, en hij vond mij echt leuk, maar ik vond het ook leuk. Ik had het echt gezellig met hem. Ik kon het echt leuk met hem kletsen. Maar ik merkte wel op een gegeven moment...
Kijk, we waren zo aan het praten of hij meer ervaring had met sugar daten en zo. En toen zei hij ook wel dat hij, ja, dat het best wel tricky was. Dat hij zelf ook wel eens is opgelicht. Toen hadden we het over intimiteit. Hoe dat er dan bij kwam kijken of hij dat verwachtte. Toen zei hij van nee, dat respecteer ik, dat respecteer ik. Maar ik merkte wel, toen er wat meer slokken wijn in gingen, dat hij wel vaker begon over van ja, we kunnen naar de hotelkamer hierboven en ik doe niks, ik doe niks. Dus toen werd hij al wel wat geiler. Oh, maar toen moest ik wel echt goed mijn grenzen bewaken. Want toen zei ik gewoon van nee, ik wil dit bij het diner houden. Had ik met mezelf afgesproken. Toen zei hij van goed zo, goed zo, goed op jezelf letten. Dus het voelde wel alsof hij het beste met me voor had. Maar hij zei wel van ja, heb je me elke dag en ik wil je elke week zien. En dat voelde wel een beetje kloot. Toen zei hij van ja, waag het nu eens om me niet meer te zien. En toen dacht ik van oh shit, ja, dit is ook weer niet de bedoeling. Dus dan ga je een soort van verplicht voelen om weer eens af te spreken omdat je dit allemaal hebt gekregen. En dat is niet de bedoeling, want ik moet gewoon zelf aan kunnen geven wat ik wil en wat niet. Dit waren de reacties van mijn sugar daddy toen ik had laten weten dat het sugar daten niet bij me paste. En dit laat zien dat mijn gevoel dat ik er uiteindelijk over had echt klopte. Hoe meer hij aan jou uitgeeft, hoe meer je een soort van schuldig gaat voelen en toch misschien over je eigen grenzen heen gaat. Wat gewoon heel gevaarlijk kan worden en wat je gewoon niet moet willen. En zijn reacties bevestigden voor mij alleen maar dat het sugar date lang niet zo onschuldig en puur zakelijk en leuk is als de websites doen lijken. En dat het uiteindelijk intimiteit gewoon een heel groot onderdeel van het sugar daten is. Dus alsjeblieft, pas op als je gaat sugar daten.